nu doen natuurlijk een pakketje openmaken. Wacht even, ga ik gelijk gewoon openmaken. Oh. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben echt vandaag trouwens geappt. En of ik om 11 uur moet beginnen. En dat is al over een uurtje ongeveer. Minder dan een uur. Dus ja, ik ga maar daar gelijk klaarmaken om naar werk te gaan. Eerst snel een bakje koffie drinken en dan lekker richting mijn werk. Want ik denk dat ze dan mensen tekort hebben met iets. Maar ja. En zoals jullie gezien hebben, een vlog van gisteren was iemand vermist, was Jeline vermist. Maar gelukkig, zij is weer terecht. Zoals jullie ook net gezien hebben, want ik heb het bewerkt. Maar ja, goed nieuws in ieder geval. Maar ja, ik ga nu even deze aantrekken en dan klaarmaken. Dus laten we helemaal klaar voor maken ook. Kunnen we wel nu doen natuurlijk, een pakketje openmaken. Wacht even, ga ik gelijk gewoon openmaken. Oh. Ik pak wel een mesje bij en er zit iets bij. Die wil ik ook gelijk hebben. Even een mesje bij pakken. Oh, wat heb ik vandaag lekker lang gewerkt. Gewoon totaal 6 uur gewerkt. Van 11 tot 5. Ik ben nu helemaal gesloopt. Zo. Zo, die heb ik ook weer. Hop, thee. Hop, zo. Hop, hop, zo. En de hele kleine doos. En die ga ik denk vanavond lekker wel even opdoen. Want het is natuurlijk een materiaal wollen matrastopper. Bedding van 200 en 210, twee persoons. Zo, daar ben ik wel blij mee. En er zit in een grote doos. Is dat niet overdreven, zo'n klein dingetje? Vind ik wel eigenlijk, namelijk. Maar oké, dat zal wel. Maar dan ga ik denk vanavond even opgooien. Dus laten we dat even dadelijk doen. Hoppakee. En dan ga ik vanavond ook Feyenoord West Terborg kijken. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen en ik zie dat ik, als ik thuis kom, ga ik gelijk naar de wc. Want er moet ook gewoon eens gebeuren, behoeftens. Maar dan vergeet ik wel, van net was ik even vergeten licht uit te doen. Heel slim van mij. Maar ja, ik ben ongelooflijk wat ik net al zei, gesloopt. Ik denk dat vanavond sowieso op tijd slapen wordt. Waarschijnlijk dat de vlog vandaag korter wordt, maar dat weet ik niet zeker. Maar zo ja, wil ik alvast hierbij excuus aanbieden als het korter wordt. Nog Krasdorp is nog steeds vermist. En voor mensen die het wel weten, Celine van Esch is weer gevonden, gelukkig. Dat is goed nieuws. Helemaal in Den Haag zat ze blijkbaar meegenomen. En verder weet ik geen informatie daarvan. En dat is ook informatie voor de politie. Misschien ook voor de familie. Dus dat niet iedereen hoeft te weten. Maar ik ga nu even lekker, dadelijk even lekker eten maken. Dus laten we dat even lekker doen. Ja, klaarmaken om eten. En even bijkomen eerst van het werken. Want 6 uur werken is even wennen voor mij. Ik heb pas de rolgordijnen dicht gedaan. En ik zit lekker voetbal te kijken. Maar wat is fijner, bagger, slecht of oneerlijk gespeeld, laten we zo zeggen. Ze hebben 1 penalty tegen gekregen, wat helemaal geen penalty was. Een zwalber vond ik. En ongelooflijk rare wedstrijd is het in ieder geval. Maar ja, ik kan er niks aan doen in ieder geval. Kan je de wedstrijd niet aan veranderen. Maar gewoon zo bizar. Ik vind hem niet leuk naar te kijken in ieder geval. En Een gemene club is het in ieder geval, Wolfsberg of zo, wat dan ook. Echt, gemene club. Laten we zo, ik zeg het nog netjes. Letterlijk. Zo, en ik heb even flauw water gevuld, maar ze staan nog bij een aanrecht. Heel slim. Maar ja. Ja, dus ik leuk voetbal te kijken. Maar ik ga denk ik uitzetten. Want ik vind er niks aan om naar te kijken. Echt, totaal niks. Ik ben gewoon eerlijk. En ik vind het echt maar niks. Wel jammer. Dat de andere wedstrijd kunnen zijn. De scheidsrechters onbetijdig, vind ik. Nou, niet onbetijdig, maar... laten we overigens halen, om zo te zeggen. Laten we op die manier rustig zeggen. Hij is niet partijdig, maar... hij geeft... hij gelooft het erin, om zo te zeggen. Maar ja, de spelers zijn geïrriteerd en daar kan ik reus van begrijpen. De spelers van Feyenoord bedoel ik. Maar ja, tussen de tijd ga ik even lekker... en inkakken. Ik kak ze helemaal in, maar ik heb geen zin om naar bed te gaan. Want ja, ik vind dat nog te vroeg, vandaar. En ga ik nu maar even een muziekje luisteren, denk ik, of zo. Ik zit al net al wat tiks door te kijken, maar ja. Ik ga denk ik morgen in ieder geval die wasselpruimen die daar hangt. Kan ik of nu doen, een van de twee. Dus, maar dan ga ik nog even kijken. En in ieder geval nu even de wedstrijd even lekker via Spotify muziek luisteren, denk ik, of zo, of YouTube kijken. Ik heb de energie ineens, hoppakee. Wat ik heb gedaan is een nieuwe hoes. Daar noem je net. Ik heb die ding ergens liggen nou. Ik heb het er natuurlijk ook net over gehad. En dat is een matras topper. Heerlijk warm. Natuurlijk materiaal, en dan heb ik die neergelegd. En ik weet niet of jullie dat kunnen denk ik niet zien. Maar zit echt letterlijk hieronder. En dat is van dit spul namelijk heel zacht. Dus, nou, ik ga vanavond voor eerst op slapen, dus we gaan zien hoe het slaapt. En wat ik zei, ik heb natuurlijk energie. Dus dat betekent dat ik even lekker wasje ga ophangen, op gaan vouwen. Dus zet even de reet neer, kan ik hier de kleren opvouwen. Vandaar dat ik dat dan nu ga doen. Dus gaan we dat even dus nu doen. Even lekker wasje opvouwen. Laten we dat even lekker doen. Is opgeruimd, staan netjes. Maar heerlijk even de bedlaken erop gedaan. En ik ben even dingen bezig op de computer en mijn telefoon van de voetbalstanden van de Eredivisie. Vind ik heel leuk om altijd bij te houden, maar ik moet het weer opnieuw doen. Want ik heb ongeluk op mijn telefoon dat geheugen verwijderd. Heel slim van mij. Ja, ach ja, kan gebeuren. Maar vandaar dat ik nu de hele tijd dat ben bezig ben. Ja. En echt, het is even wennen, want mij even die struggle van dat ik ineens vroeg moest beginnen. Maar dat betekent wel dat ik lekker uurtjes heb gepakt. Want eigenlijk heb ik vakantieuren ben ik kwijt. Heb ik heel veel vakantieuren heb ik eigenlijk weggegooid, om zo te zeggen. Want een jaar geleden heb ik toen opnames gehad natuurlijk. En dat zit bij me, om zo te zeggen. Nou, zo, op die manier te zeggen dat het punt is gepakt dat ik heel weinig vakantieuren heb nu. En dan komt er nog Special Media Award nog bij. Dus dat is voor jullie morgen. Morgen heb ik iets van Special Media Award. Maar dat gaan jullie morgen wel horen. Dus ja. Maar eerst ga ik, maar dat gaan jullie binnenkort wel horen ook. In ieder geval algemeen dat ik erover heb. Dus, maar ja. Maar ik vond één ding heel raar. Deze zat in een heel groot doos. Nou, apart. Ik ben benieuwd hoe het gaat slapen vanavond. Maar dat laat ik morgen wel weten. En dit zit iemand hier de aandacht te vragen. Hé boef? Hè? Grote vriend. Hé. Hey. Heb je een belangen gemist van normaal, hè? Gewoon 6 uur gewerkt. Als ik reken, 2 uur bij, dus meestal werk ik 7 uur gewerkt. Nee, 6,5 uur. 6,5 uur gewerkt, want ik heb nog pauze gehad. Maar, mijn pauze erbij, dat is de pauze meegerekend, die half uur. Dus, 6,5 uur gewerkt. De knijters. Bizar. Normaal lang werk ik niet zo lang. Normaal 3,5 uur. 3 uur en 3 kwartier. Normaal. Want ik heb eigenlijk wel pauze. Maar ik hou dat nooit. Dus vandaar dat ik dit keer wel pauze heb genomen. Dan heb ik even. In een pauze heb ik lekker wat gegeten in ieder geval. Maar oké, maakt niet uit. Heel bizar. Maar ja, ik ben benieuwd hoe morgen werkt. Of ik nou morgen ook weer eerder moet werken of niet. En dan ga ik me lekker klaarmaken om mijn bed in te gaan. Rolgordijn heb ik natuurlijk naar beneden gedaan. En kan je even wat rusten wensen? Hé hey, boef, wat rusten jongen. Hé, hey, wat rusten. Hè? Jij ligt altijd zo mooi bij je ook, hè? Maar ja, je merkt dat het heel snel donker gaat worden. Dat het gewoon donker gaat worden. Oh, een uur of 5. Alleen maar erger. Maar ja, ik ga er klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Ik ben benieuwd hoe het bed gaat liggen. Ik hoop dat die ongelooflijk lekker gaat liggen. En ik ga nu maar lekker mee over de kalzijn in mijn bedje. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Stop zijn als je je mee abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers, gewoon heel vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ongelooflijk benieuwd of de top 2000 doorging. En ik heb ze te googlen, op te zoeken. Maar de top 2000 gaat gewoon gelukkig door. Gelukkig. Want ik vind dat altijd leuk om naar te kijken. Top 2000.